zal adviseert Henderson om voor een andere Nederlandse club te kiezen, Messi opnieuw de beste voetballer van de wereld en Del Rossi volgt de ontslagen Jose Mourinho op bij AS Roma. Johan Derksen vindt dat Jordan Henderson beter naar PSV kan gaan dan naar Ajax, zo geeft de Snoer maandagavond aan in het programma van Dag Sight. Derksen verwacht dat de Engelsman niet goed past binnen de huidige selectie van Ajax, omdat hij de lijnen moet gaan uitzetten binnen het veld. Henderson is een karakterspeler van Liverpool die voorop in de strijd ging, begint de 74-jarige analist over de ervaren middenvelder. Het is geen speler die de bal opeist en passes verstuurt. Nee, het is een ouderwetse Engelse voetballer. Die laat goede spelers beter functioneren, maar bij Ajax laat hij middelmaat niet beter presteren. Hij past daarom beter bij PSV, zegt Dirkse, aangezien Henderson bij de Eindhovenaren niet het spel zou moeten maken. Johan Dirkse ziet nog een aantal redenen waarom de Amsterdamse Britten niet moeten gaan halen. Kijk, schoren doet hij niet. Hij schoorde 30 keer in 360 wedstrijden voor Liverpool. Daarnaast heb je nog het salaris. En met deze groep is toch geen eer te behalen? Dat vindt de analist die alleen in Diant Ramay een lichtpuntje ziet binnen de selectie van John van het Schip. Ramay ontpopte zich tegen Goa Eagles tot een held voor de Amsterdammers met een aantal cruciale reddingen. Lionel Messi werd maandagavond opnieuw uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Op het gala dat de FIFA in Londen organiseerde bleek de Argentijn evenveel punten te hebben gescoord als zijn grote concurrent Erling Haaland, waarna de stemmen van de aanvoerders de doorslag gaven. Inmiddels is ook duidelijk hoe Ronald Koeman en Virgil van Dijk hebben gestemd. Voor de toewijzing van de prijs werd zowel gestemd door de aanvoerders en bondscoaches van de nationale ploegen als door journalisten en supporters. Inmiddels staan alle resultaten op de website van de FIFA. Uit de openbaar gemaakte stemverhoudingen blijkt dat Koeman niet Messi, maar Haaland op één heeft gezet. Kilian Mbappé van Paris Saint-Germain komt bij de Nederlandse boelschoots op de tweede plek, gevolgd door Messi met wie hij bij FC Barcelona één seizoen samenwerkte. Van Dijk zette Messi daarentegen wel op één. De Liverpool-verdediger zet op zijn beurt Haaland op de tweede plek en kiest als nummer drie voor Kevin de Bruyne. De Belgische middenvelder van Manchester City greep op het FIFA-gala net naast het podium. Met 32 punten eindigde hij op de vierde plaats. Als aanvoerder van Argentinië mocht Messi zelf ook stemmen. Hij zette zijn concurrent Haaland op 1 en Mbappé op de tweede plek. De afgelopen twee seizoenen speelden Messi en Mbappé samen in de shirt van Paris Saint-Germain. Tot de Argentijnen de Europese velden afgelopen zomer verhelden voor het Amerikaanse Inter Miami. Op de derde plaats zette Messi landgenoot Julian Alvarez. De twee legden met Argentinië in 2022 beslag op de wereldtitel. Met Manchester City won Alvarez afgelopen seizoen onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. Mbappé koos er op zijn beurt wel voor om Messi op 1 te zetten. De Fransman geeft de tweede plaats aan Haaland en op de derde plaats staat Kevin de Bruyne. Haaland mocht niet stemmen. Namens Noorwegen was die eer weggelegd voor Martin Eudegaard. De Arsenal-middenwelder zet de landgenoot Haaland op 1, Messi op 2 en Mbappé op 3. AS Roma heeft razendsnel doorgeschakeld na het ontslag van trainer José Mourinho. Clubicoon Daniele de Rossi tekent het contract tot het einde van het seizoen bij de aanstaande tegenstander van Feyenoord in de Europa League. De rentrée in het stadio Olimpico betekent de tweede klus als hoofdtrainer voor de wereldkampioen van 2006. Transferspecialist Romano schreef eerder op de dinsdag al dat Roma voor de opvolging van Mourinho dacht aan de Rossi. De voormalig middenvelder stond volgens de journalist bovenaan de lijst om de plek van de Special One in te gaan nemen. De Rossi hing in 2020 zijn voetbalschoenen aan de wilgas, speler van Boca Juniors. Daarvoor speelde hij liefst 616 wedstrijden voor AS Roma, waarmee hij twee keer de Coppa Italia won. Daarnaast werd hij in 2006 wereldkampioen met de nationale ploeg van Italië. Na zijn actieve loopbaan werd de Rossi opgenomen in de technische staf van toenmalig Italiaans bondscoach Roberto Mancini. Tussen maart 2021 en oktober 2022 was de oud-Middenvelder als techniektrainer actief bij de Azzurri om vervolgens voor een eerste soloavontuur te kiezen. De Rossi trad aan bij Serie B-club Spal, maar leidde die club in 17 wedstrijden na slechts drie overwinningen. In februari 2023 zette de club hem dan ook op straat. Nu gaat hij dus aan de slag bij AS Roma. Ja, willen jullie nu op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws? Vergeet dan zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en check www.fcupdate.nl.